Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag in Assen en er staan weer veel kilometers op het programma. Dus ik ben benieuwd of de wandelaars er klaar voor zijn. Heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Ik ben ooit bij de grootouders voor het klimaat bij de oprichting betrokken geweest. En ik denk, nou, 7 jaar later loop ik met mijn kleindochter al dit traject. Dat is echt fantastisch. Ja. En we hebben vandaag maar liefst 2 podcastgasten. En dat zijn Annemaartje en Reinoud van NS en ProRail. En zij gaan met Marjan Minnesma in gesprek over afvalvrije stations en duurzaam bermbeheer. Annemaartje, Reinoud, als jullie 1 ding zouden moeten noemen wat de kijker moet weten, wat is dat dan? Nou, wij gaan ervoor dat we in 2040 ProRail en NS samen een afvalvrij station hebben. En dat betekent dus dat we al onze grondstoffen willen herbruiken op dat moment. Dat klimaat en biodiversiteit alle 2 in de trein heel goed samenkomen. Kijk uit het raam en je ziet het. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie allemaal te vertellen hebben vandaag. Maar volgens mij is het bijna 9:15, dus wij gaan starten. Goedemorgen. Weet u waar we naartoe gaan? Ja, we gaan vandaag van Assen naar Beilen. 24 kilometer. En weet u wat we ondertussen tegen gaan komen allemaal? Ik volg jullie podcast aan het einde van de dag. Maar vandaag weet ik het nog niet. Ik laat me verrassen. Weet u waar we naartoe gaan? Ja, natuurlijk. Naar een betere wereld, hopelijk. We staan hier nu bij boer Kees en die is ons wat aan het vertellen over strokenteelt. Strokenteelt is meerdere gewassen op 1 perceel. Ik heb hier 6 meter brede gewassen, stroken. En daar win je heel veel mee in de biodiversiteit. Omdat je de afwisseling hebt van gewassen, is dan de dieren en de beestjes wat erin zit, die vindt dat helemaal, die voelen ze heel prettig bij. We liepen vanmorgen over het perceel, of vanmiddag was dat, na 1 uur. Rond 1 uur, perceel van Land van Ons. Land van Ons is een coöperatie die nu denk ik richting de 15.000 leden hebben al. En ze kopen gronden op en die worden uitgegeven aan boeren. En die ze dan zo moeten onderhouden op een biologische manier. Dus er mogen geen kunstmest op, geen drijfmest en geen chemische middelen. Maar het wordt niet onttrokken aan de landbouw. Wordt wel in de landbouw gelaten en vaak zie je gewassen erop die wij niet meer kennen, die gaan ze weer telen. En dat vind ik juist heel mooi dat ze dat zo oppakken. Meneer, het was vast een eitje vandaag met dat warme weer. Geweldig, heel mooi weer, heel veel leuke gesprekken onderweg, hele goede indrukken. En een hele leuke organisatie. Geweldig. Dit was hem weer voor vandaag. Ik ga nu weer naar huis. Morgen is Thijs er, maar kan je niet wachten tot dan? Ga dan naar www.theclimatemiles.nl.